13e Grand Round van het Radboud. In het bijzonder ook een warm welkom voor de mensen die in de livestream aanwezig zijn, thuis of op hun werk. En degene die hier in de zaal zijn, maar ook degene thuis die aanwezig zijn, jullie zijn niet voor niks gekomen. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Voordat het zover is dat ik die gast introduceer, mijn naam is Aura Thiem en ik ben hoogleraar en afdelingshoofd eerste lijns geneeskunde. De bijzondere gast die wij vandaag in ons midden hebben is Mark van Ranst. Hij is viroloog bij de Katholieke Universiteit in Leuven. En hij kreeg internationale bekendheid tijdens de COVID-19-pandemie, waarbij hij een van de belangrijkste adviseurs van de Belgische overheid was. Naast zijn wetenschappelijke werk geeft hij onvermoeidbaar duiding aan de actualiteit via sociale media, kranten, radio en tv. Maar natuurlijk voor degene die betrokken zijn bij de infectieziekte was Mark van Ranst al veel langer bekend. Namelijk al vanaf de tijd van aviaire influenza, 1997 in Hongkong, als ik me niet vergis. De dreiging van ebola in Marburg. De opkomst en opmars van SARS en van MERS, van Zika. Mark slaagde altijd erin om de wetenschappelijke ontwikkelingen op een nuchtere en heldere wijze te verwoorden. Mark van Rand studeerde in 1990 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als arts en volgde sinds 1985 simultaan de opleiding aan het Leeuwense Rega Instituut voor Medisch Onderzoek. Hij werkte aan het Albert Einstein College in College of Medicine in New York en behaalde zijn doctoraat in de virologie in 1994. Nog eens 4 jaar later werd hij specialist in de klinische biologie. Sinds 1999 is hij professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en werkt ook al meer dan 25 jaar aan het Rega Instituut in Leuven. Vanaf tussen 2012 en 2020 was hij voorzitter van het departement microbiologie, immunologie en infectieziekten van de groep biomedische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. En van 2010 en 2020 was hij lid van het bestuurscomité van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Of nou viroloog zijn een gevaarlijk beroep is, gaan we natuurlijk van hem horen. Professor Mark van Ranst, the floor is yours. Vriendelijk voor de uitnodiging en dank u vriendelijk voor de heel leuke inleiding. En inderdaad, de titel waarmee ik dit vernoem is miscommunicatie gedurende de COVID-19-pandemie. Maar eigenlijk wil ik babbelen over virologie, een gevaarlijk beroep. En het is een beetje ook een persoonlijk verhaal, dus u zal dat wel zien. Ja, voor diegenen die in mijn vorige voordracht hebben gezien vandaag, deze slides gaan even hetzelfde zijn. Een pandemie is een belangrijk iets. Iets wat heel veel indruk maakt. Een beetje zoals de moord op Kennedy in 1963, de maanlanding in 1969, 9-11 in 2001. En zo gaan we dit ook op dezelfde manier beleven. Met heel wat, en dat geldde voor de vorige verhalen ook, heel wat conspiracy-theorieën die daarbij komen. Oh, we gaan foto's zoals deze, die gaan we perfect kunnen herkennen. We gaan weten, 2020, 2021. Dat gaan we onmiddellijk zien. En tijdens een pandemie dan is er heel wat onzekerheid. Een beetje zoals Forrest Gump. Het begin van de film begint met Forrest Gump op een bankje met een doos pralines voor hem. En waar hij zegt van, my mother always said, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. En dat weet je inderdaad bij een pandemie niet. De konus van onzekerheid in het begin, die is heel erg groot. Iedereen kent ondertussen die verschillende varianten. En iedereen die weet ook dat die varianten elkaar opvolgen. En dat zien we hier ook. Tijdens een pandemie dan is er heel wat onzekerheid, daar hebben we al over gepraat. En die onzekerheid dat leidt dan tot miscommunicatie. Miscommunicatie op heel wat verschillende domeinen. Ja. En laten we beginnen bij de literatuur zelf, de wetenschap zelf. Ja, ook daar zijn problemen mee. En een van die problemen die wordt gegenereerd of werd gegenereerd door het feit dat het reviewproces enorm snel ging. En het feit dat er preprint servers waren. Dit is de normale duurtijd van een manuscript om geaccepteerd te worden. En dat is ongeveer 80 dagen. En dat heb je nodig
om een peer-review-proces te krijgen op de normale manier. Dat was voor COVID. Wanneer je tijdens COVID een artikel publiceerde over COVID-19, ja, dan plots was dat een paar dagen geworden, helemaal in het begin. Wanneer het woordje COVID-19 of coronavirus in de titel stond, dan vloog dat door het reviewproces en dat kon de kwaliteit van het reviewproces waarschijnlijk niet altijd ten goede. Wanneer je niet over COVID publiceerde, dan duurde het gewoon veel langer. Dan moest je wat langer wachten dan die 80 dagen. Ging dat maar 100 dagen vooraleer dat erdoor kwam. En zo kwamen Indianenverhalen in de literatuur terecht. En dat was te wijten aan die preprint servers. Dus wanneer je een artikel instuurt, dan werd dat nu onmiddellijk op een preprint server eigenlijk gepubliceerd en kreeg je onmiddellijk daar dan respons op. En natuurlijk, de grootste zottigheid kon dan in de medische literatuur komen. Dit was een artikel wat gepubliceerd werd heel snel, 31 januari 2020. En eigenlijk kwam het erop neer dat de mensen die dat schreven dachten, een deel van HIV is ingewerkt in het spike-eiwit van het coronavirus. Daar was niks van aan. Dat was op niks gebaseerd. Dat werd een paar dagen later werd dat artikel ook teruggetrokken. Er kwamen waarschuwingen, maar de damage was done. En onmiddellijk werden er verder over gefilosofeerd en werden er boeken gepubliceerd. Is COVID-19 een biowapen? En zo verder. En dat ging dan leiden tot artikels zoals dit in die China Global Television Network, waar die informatie dan gepolitiseerd werd. En dan was het volgens een Russische expert, werd COVID-19 aangemaakt als een biologisch wapen in een labo van de Verenigde Staten in Oekraïne. Nou, gewoon om al die verhalen samen te brengen en om eigenlijk verwarring te zaaien, gebaseerd op niks. Maar dus die preprint servers die hebben heel wat kwaad gedaan, eigenlijk ook wel. En dan de mainstream media, of wat men de mainstream media noemt, wat wij gewoon de media noemen, die maakten dingen mee die eigenlijk totaal anders waren dan vroeger. Vroeger, wanneer iets nieuws was, dan was dat hot nieuws voor een paar weken maximaal. En dan verdween dat automatisch naar pagina 2 en een week later naar pagina 8 onderaan. En dat gebeurde nu niet. Dus nu, en dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis, dit bleef nieuws voor maanden, voor pagina nieuws, eerste item in het nieuws. Op sommige momenten, in februari en maart, ja, ging het merendeel van de artikels over COVID-19. Je kon een nieuwsuitzending hebben en die begon met COVID-19 als onderwerp en die eindigde bij de sport met Lukaku is besmet met COVID-19. En dat was dan het sportnieuws. Ja, en alles was COVID-19, dat was gewoon geen ander onderwerp. En dat was heel bijzonder, dat was ook nooit gebeurd. En dat is dan ook heel normaal, dat op de lange duur daar mensen heel raar op gaan reageren. En dan krijg je heel rare voorpagina's op de duur. En in het begin dan krijg je heel wat krediet en dan zijn die verhalen redelijk neutraal. Het is altijd mooi om naar voorpagina's te kijken in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Op elke voorpagina staat Meghan Markle ook op. Dat is heel opvallend. Ja. Dus UK virus outbreak has begun official, dat is heel neutraal. Ja. First virus death in the UK, van die hele grote letters. Maar verder zijn dat normale berichten. En dan blijven die berichten nog een tijdje positief. Ja? Stay in, stay alive. Ja? Om dus de lockdown wat te ondersteunen. We can all be heroes. Ja? Dat heel positieve boodschappen. Maar dan, ja, dat duurt maar een paar weken en dan is iedereen die positieve boodschappen beu. Ja? Niemand leest positieve boodschappen na een tijdje. En dan wordt het dit, fix the testing fiasco. Ja? Dan gaat men praten enkel over de doden en alle problemen die er zijn. En dan heel vlug wordt het dit. Fast spreading COVID-19 wrecks Christmas. Will this nightmare never end? En dan wordt de teneur wordt dan heel negatief. En dat is bijna onmogelijk om tegen te houden. Goed nieuws, dat wordt minder vlug gebracht en minder lang gebracht dan slecht nieuws. En dan probeert men elk klein detail waar experten het met elkaar niet eens zouden zijn, wordt dan uitvergroot tot een staatszaak. En dat is heel bizar. Wat wel ook gebeurde, is dat de mensen eigenlijk 3 jaar virologieles hebben gekregen. En dat heeft zijn gevolgen, ja, ook voor de titels.
Ja. Mensen in de kranten praten over de Delta-variant. Ja. Alsof dat iedereen dat dan begrijpt. En op dat moment begreep iedereen dat. Iedereen was daar al wekenlang mee bezig. Omicron, men had het zelfs niet over het SARS-CoV-2-virus, maar over de varianten van Omicron. Dat was heel, heel erg bijzonder. Ook naar immunologie toe kregen mensen immunologieles. En hier bijvoorbeeld, ja, scientist back booster shots after substantial decline in antibodies. Ja, mensen begrepen wat boostershots waren. Dat moest je niet proberen in 2019 om dat te brengen. En antilichamen, iedereen kende antilichamen. En dat kon je nu als kop in een krant gebruiken. Een paar jaar daarvoor ging dat natuurlijk niet. En dan is het probleem, wat is er fact en wat is gewoon fake news? En dat is heel, heel erg moeilijk om dat te brengen. In de Verenigde Staten was dat heel trappant. Ja. Daar, afhankelijk van waar je het nieuws kreeg, kreeg je een heel ander beeld op die epidemie. Mensen die het nieuws volgden via CNN, die vaak democraten, die gingen meter de maatregelen volgen dan mensen die heel hun nieuws kregen de ganse dag via Fox News, wat eerder dan het republikeinse standpunt vertegenwoordigt. En dus die waren meer bereid om maskers te dragen, meer bereid om handen te wassen. En dat vertaalde zich in vaccinaties. Ja, dit zijn de 10 staten die het beste vaccineerden. Allemaal democratische staten of staten waar de democraten het hoogste percentage haalden. Gewoon numeriek klopte dat. Een perfecte correlatie tussen percentage dat stemt voor de democraten en percentage dat zich liet vaccineren. Dit zijn de 10 staten waar het minste werd gevaccineerd. Dit zijn de 10 staten waar het hoogste percentage voor de republikeinen stemde en er is geen enkele overlap tussen die twee. En dat heeft een enorm gevolg. Dat heeft een gevolg voor ja, gewoon de vaccinatiegraad en het aantal doden. Wanneer je woont in een gemeente waar het grootste deel voor Donald Trump stemt, ja, daar gingen meer mensen dood aan COVID. Er waren minder mensen gevaccineerd, gingen meer mensen dood. Dus dat had real-life gevolgen, wat er in de media verscheen, had gevolgen voor het vaccinatiegedrag en uiteindelijk ook de outcome. En dan een belangrijk iets was dat de experten, ja, die brachten kennis, de kennis van het moment. En wanneer er meer kennis bij kwam, ja, dan werd die kennis aangepast en werd ook de boodschap veranderd. Dat is iets wat wij altijd doen, wetenschappers doen dat. Het zijn professionele van gedachtenveranderaars. En daar zitten wij ook totaal niet mee in. Dat doen we sans gêne. Wanneer er nieuwe informatie komt, ja, dan wordt dat deel van de wetenschappelijke kennis. En dan integreer je dat. En dat wordt niet altijd goed begrepen door de gemeenschap. Voortschrijdend inzicht heet dat in het Nederlands. Dat is iets wat heel moeilijk over te brengen is voor mensen die dat niet gewoon zijn. Die denken gewoon, iemand is van gedacht veranderd. Politici worden daar enorm op afgerekend. Wanneer die ooit eens van gedacht veranderen, dan zijn dat plots windhanen en dan leiden zij reputatieverlies. En die durven dat amper nog doen. Dat is niet goed voor de politiek. Maar wanneer wetenschappers dat doen, en voor hen is dat heel normaal, dan wordt dat even min begrepen. Dus als ik bijvoorbeeld op 19 maart de vraag krijg, hoe lang gaat deze epidemie duren? Dat is een heel normale vraag om op die moment te stellen. En dan begin je met te zeggen van dit is moeilijk om te voorspellen. Maar als dat niet live is, dan wordt dat die disclaimer die wordt er dan netjes uitgeknipt en dat zullen de mensen nooit horen. En dan ga je verder en dan probeer je zo goed mogelijk op die vraag te gaan antwoorden. En bijvoorbeeld de epidemie in Wuhan, ja, die duurde ongeveer vanaf het prille begin tot helemaal op het einde in Wuhan. Of waar het onder controle was, ja, dat was 10 weken. Wanneer we kijken naar 2002, 2003, naar het broertje van SARS, de SARS-CoV-2, het broertje daarvan is SARS-CoV-1, de verwekker van SARS, de Severe Acute Respiratory Syndrome, wat toen heel wat beroering veroorzaakte, vooral in Azië. Ja, dan zag je dat na de initiële epidemie in de provincie Guangdong, dan zag je dat de episode voor de rest van de wereld, ongeveer een 10 weken duurde en dan was dat onder controle gebracht. Je had gevallen in Canada, je had een paar andere landen die een paar gevallen hadden, maar na 10 weken was dat ongeveer onder controle. Een epidemie van griep in België, van het begin dat het gemerkt wordt tot het einde van de impact, dat duurt ook ongeveer 10 weken. Dus wanneer je al die informatie op dat moment had en je kreeg de vraag hoe lang gaat die epidemie duren,
Nadat je zegt van moeilijk te voorspellen, ja, dan luidt de kop, ja, de epidemie zal zo'n 10 weken duren. Ja, uiteindelijk weten wij nu allemaal dat dat ongeveer 10 maal 10 weken was. Maar op dat moment was dat het enige juiste antwoord wat je kon geven. Of het antwoord wat het meest onderbouwd kon worden. En het feit dat dat niet juist was, ja, oké, dat klopte wel, maar de reactie erop is oorverdovend. Ja. Je krijgt daar... Wat is die Van Ranst een idioot? Ja, dat is een vreselijk type Van Ranst, de grote leugenaar. Ja, want wanneer je iets zegt wat niet waar blijkt te zijn, dan ben je plots een leugenaar. En dit is gewoon zoeken op idioot en Van Ranst. En dan vind je duizenden van die tweets. Ja. Maar dat is onvermijdelijk. Om dat voortschrijdend inzicht, ja, daar kunnen zij niet mee om. Wanneer je eens iets gezegd hebt, dan mag je niet van gedacht veranderen, want dan zat je fout. Een tweede factor die daar een rol speelt, zijn de Captain Hindsights in het Engels. Dat zijn diegenen die het achteraf allemaal beter weten. Ja? En dat is wanneer je als expert hebt opgetreden, een van de meest vervelende dingen, want plots zijn ze daar om je te vertellen wat je eigenlijk had moeten doen. En je moet je voorstellen, en nu ook in Nederland, virologen, infectiologen, epidemiologen zitten 2,5 in de loopgraven. Die zijn vuil, ja, die zijn moe. En dan plots zijn ze daar. Ja, diegenen die het achteraf allemaal beter weten. In een mooie witte kiel. Ja. Met vertrekkende van 100% van de informatie die er is, dan zullen ze kritiek gaan leveren op iedereen die tijdens de crisis bepaalde beslissingen heeft genomen of adviezen heeft gegeven. Plots weten zij het weer beter. En zij komen pas op de proppen, tijdens de pandemie zie je ze niet, wanneer 90% van de pandemie gedaan is. En dan voelen ze zich veilig genoeg om naar buiten te komen. En dan zullen ze die kritiek geven. Kritiek en analyses die zijn nodig. Maar de ad hominem manier waarop ze dat doen, dat sterkt heel wat andere mensen om ook kritiek te gaan geven op een niet altijd even beleefde manier. Een andere groep die opduikt tijdens elke crisis zijn wat dan de rogue scientists wordt genoemd. Dat zijn wetenschappers die over een titel beschikken, soms een Nobelprijs hebben, en ja, die voor de goede gemeente, ook al zeggen die de grootste nonsens, die enorme waarde hebben, want die zijn ook professor of een Nobelprijswinnaar. En wanneer dus Montagnier op een bepaald moment zegt, oh, dit is een gemanipuleerd virus, HIV zit daarin, en daar klopt niks van. Maar wanneer hij dat zegt, oh, dan is dat een zegening, want hij is een Nobelprijswinnaar en dan is dat bijzonder, bijzonder moeilijk om dat terug te wandelen. En dan heb je experten die eigenlijk geen experten zijn, maar ooit in een vroeger leven, 25 jaar geleden, hebben ze virologie gestudeerd. Geen enkel artikel gepubliceerd in 25 jaar. En dan komt die crisis en dan plots zijn die mannen daar. En dan zegt hij van, ja, als je vaccineert, 6 maanden later, die gaan allemaal dood zijn. En dat heeft een enorme impact. Mensen geloven dat, want die man die dat zegt, ja, die is viroloog. Die is een immunoloog. En het maakt niet uit alsof dat die 25 jaar niet in de praktijk heeft gestaan, niks van wetenschappelijk werk gedaan heeft. Mensen geloven hem. Ja? En dan gaan ze hem geloven en jou niet. Zeggen ze van, Frans is een psychopaat, massamoordenaar. Je moet eens luisteren naar wat topvaccinoloog Geert van den Bossen zegt. Ja? Die zelf nog voor Bill Gates werkte voor een maand. En wat hij te vertellen heeft over die vaccins. En die zegt, het wordt een catastrofe, iedereen gaat dood. Ja, iedereen zal ooit wel doodgaan, maar niet door die vaccins. Maar dus die mensen die geloven dan hem en vinden jou dan plots een massamoordenaar. En dat heeft een groot effect, dat ga ik je zelfs wel laten zien. En dat effect dat zie je natuurlijk op de sociale media. Dat bestond vroeger veel minder. Toen ik griepcommissaris was, dus interministerieel commissaris in 2009 voor de Mexicaanse griep, dan hadden wij... We hadden ook een Facebook-account en een Twitter-account en niemand interageerde daarmee. Dat stond nog in zijn kinderschoenen toen, maar nu niet meer. En nu voor de eerste keer heeft dat impact. En er zijn een aantal facetten in. Eén, dat zorgt ervoor dat er instant virologen zijn. Dat zijn mensen die naar de Universiteit van Google afstuderen en die expert zijn in alles. Dat zijn mensen die internet doctor of medicine zijn en die weten alles. Respect voor kennis opgedaan door studie, dat is weg.
Want iedereen denkt dat, of iedereen kan informatie vinden wanneer ze een klavier hebben en een paar werkende vingers, dan kunnen die ongelooflijk veel informatie vinden op 2 minuten. En dus zij vinden dan dat iemand die een half uurtje over een topic heeft nagedacht en tot een andere conclusie is gekomen dan Pierre Van Damme, vaccinoloog, 30 jaar ervaring, zoveel publicaties, dan vinden zij dat ze wel daarmee in debat kunnen, liefst op tv. En dat langs de ene kant heb je dan Pierre Van Damme, zoveel publicaties, aan de andere kant Roger 4, 5, 6, 7, die een half uurtje heeft nagedacht over hetzelfde probleem, maar toch wel tot een andere conclusie is gekomen. Ja? En dat debate me, bro, waar iedereen het idee heeft van een plek aan de tafel hebben om mee te debatteren, zonder enige kennis van zaken, dat is enorm. En dat is het Dunning-Kruger-effect. Waarbij mensen, en iedereen gaat daardoor, hè? Wanneer je gaat van nul expertise, dan ga je door een fase waarbij je eigenlijk niks kent, maar ongelooflijk veel zelfvertrouwen hebt. Je ziet dat bij ons ook bij geneeskundestudenten. Na een paar maanden dan lopen die met een stethoscoop rond hun hals. Ja? En dan denken ze van, wij kennen dat. Heel vlug merken die dat ze op dat moment heel weinig kennen, heel veel studeren. En uiteindelijk dat dal van heel weinig ervaring en weinig kennis doorlopen en uiteindelijk dan evolueren naar expertise en dan ook zelfvertrouwen. Maar die mensen niet. Die blijven na een half uurtje op Google zitten met heel weinig kennis, maar enorm veel zelfvertrouwen. Ja, en daar blijven die in zitten en dat zorgt voor heel wat heisa. Pas op, er zijn ook heel veel mensen die zich absoluut inlezen in een thema. En ook al zijn ze totaal niet geschoold in dat onderwerp, eigenlijk dat zeer goed doen, een zeer goed begrip van die zaken kennen. En daar is het heel, heel plezant om daarmee te interageren. Maar dat zijn er minder dan de Dunning-Kruger mensen die het leven moeilijk maken. En zeker wanneer die evolueren tot trollen. Trollen hebben maar één doel in het leven en dat is u kwaad maken. Om eigenlijk uw leven miserabel te maken. En dat is werkelijk hun doel en dat zullen ze ook doen. En dan word je gebombardeerd, en niet alleen jezelf, maar ook je broer, je ouders, met van alle tweets en berichten en briefjes die ze komen in je bus steken, eigenlijk gewoon om je slecht te doen voelen. Ja? Van Rast is een moordenaar, puur sang. Kon Hitler nog wat van leren. Smerige fascist. En Oosterhuis niet minder. En elke dag. Van Ranst is een massamoordenaar. Kan iemand Van Ranst de kogel geven met zijn bangmakerij? Je wordt bedot, media is corrupt, de staat nog corrupter. Elke dag. Ik geef 1000 euro voor diegenen die 1000 euro een papzak Van Ranst een stevige rammeling verkoopt. En mensen reageren erop van, ja, I will match that donation. Ja. En dus dat elke dag. En dan de vergelijkingen met de nazi's. Duizenden. Altijd Mengele. In de jaren 40 had je dokter Mengele, in de jaren van 20 volgende eeuw had je Van Ranst. Hetzelfde. Het historische besef bij mensen, vaak jonge mensen, is volledig weg. Die hebben ergens de naam Mengele gehoord. Absoluut geen enkel idee over de impact ervan. En dan word je vergeleken met Mengele. Van Ranst, vieze, smerige Belgische leugenaar en moordenaar. Alles wat aan anderen heeft aangedoet, hoop ik dat hem ook overkomt. Eens kijken wat hij doet als hij een van zijn kinderen verliest. Ja, smerige tyfusleider, blijf in België met je kankerkop. Het zou een Nederlander kunnen geweest zijn. Denk je? Ja, kan. En dan zit je op het vliegtuig en dan achter u zit er iemand die je niet goed gezind is. Terwijl je op het vliegtuig zit, dan tweette die dit. Wie herkent deze manipulator, bedrieger, leugenaar die voor mij in het vliegtuig zit van Praag naar Brussel? Klopt inderdaad. En dat komt er dan op. En dan komen de reacties. Had je geen touw bij? Geen mogelijkheid gehad om die vuile leugenaar uit het vliegtuig te gooien? Dit zwijn laat zich dik betalen door Big Pharma, schiet die dikke weduwnaar, kan die piepen? Mark is een scheidszak als de waarheid wordt verteld. Elke dag. Ja. Ga slapen, stakker met je dikke pen. Ze wordt hopelijk niet meer wakker. Je hebt mensen opgesloten zonder reden. Mag hopen dat karma voor jou ook snel komt, vieze papzak. Elke dag. En met elke dag bedoel ik elke dag. Elke dag. Elke dag. Altijd. En dan heb je een speciale soort van mensen. Dat zijn dan niet de trollen. Dat zijn de tribunaalfetischisten. Een hele speciale soort. Maar die willen eigenlijk geld. Dit is een Duitse advocaat,
Rainer Fulmich heet hij. En wat hij doet is, die speelt een soort van toneeltje waar hij rechtbanken, rechtszaken enceneert. En die vraagt aan de mensen, stuur mij $250 en dan word je deel van een class action suit waar ik de virologen in Europa en de Verenigde Staten en de politici voor de rechtbank haal en dan al hun bezittingen gaan verbeurd verklaard worden en dan achteraf verdelen we de pot. En mensen sturen die €250. En als hij zou vragen van stuur mij nog eens €250, dan zouden ze dat doen ook. De man is met geld weg, heeft er een huis van gekocht, that's it. Maar ze doen dat wel en dat heeft invloed op mensen. Ja. Dus ze maken dan die grand juries, waar ze ergens iemand rechter laten spelen en dan houden zij hoorzittingen en dan veroordelen ze u. En sommige goedgelovige mensen, die gaan daarin mee, die denken echt dat je dan veroordeeld bent. Ja. Van Ranst is door zijn activiteiten schuldig aan de dood van mogelijk 100.000 in Europa door zijn promotie van de, wat moet dan, messenger RNA-prikjes zijn. Hij is een serial killer en moet vervolgd worden. Deze moordenaar heeft geen rechten meer, dient te worden opgeknoopt. Beste stuk ongedierte, u bent inmiddels via een internationaal tribunaal veroordeeld voor genocide. Geniet nog even van uw vrijheid, dat duurt echt niet lang meer. En dan gaan ze u onthoofden. Mark van Ranst staat op de nominatielijst voor onthoofding bij het aankomende tribunaal in Nuremberg. Want daar zijn ze heel goed mee. Met ook weer die termen van de tribunalen na de Tweede Wereldoorlog. Een tribunaal 2.0. En ze visualiseren zich dan. Dat is gewoon ziek. Maar ze hebben zelfs de lijst opgemaakt van wie gaat zitten onthoofd worden. Ja? Dit is de lijst. Ja? Enigszins teleurstellend sta ik daar op plaats nummer 9. Ja? Dus ik ga niet meer zien dat Van Dissel wordt onthoofd. Ja. Maar ik kan wel Marion Koopmans zien onthoofd worden en Hugo de Jonge. Ja. En dus zij stellen zich dat op die manier voor. En ze beginnen met Fauci, en dan Bill Gates, en dan Klaus Schwab. En dan stellen ze zich voor, hoe zou dat eruit zien in de praktijk? Dan maken ze van die collages waar ze zich dat kunnen voorstellen van, ja, van, dat is hem, we hebben hem. Ja. En dan de guillotines, staan klaar voor jullie. Kwestie van tijd, Boontje komt hoe dan ook om zijn loontje. Geen van jullie families zal nog in vrede kunnen leven. Dit vergeten en vergeven jullie nooit meer. Jullie hebben bloed aan jullie handen en daar zullen jullie voor boeten. En elke dag. Dan zijn er zo'n berichten. En dan is de vraag van, hoe komt dat? Hoe komt dat dat mensen dat denken? Dat gebeurt niet zomaar. En daar heeft de politiek mee te maken. Politieke partijen die baat hebben bij het feit dat er onrust is in een bevolking, die ondersteunen dit. En die promoten dat mee, actief. Dit is een parlementslid van Vlaams Belang, de extreemrechtse partij in Vlaanderen. En die maakt dan zulke collages, hè, van crybaby, huilie, huilie, met dan mijn foto erbij. Dit is een ander parlementslid, vroeger parlementslid, van Vlaams Belang, die mij dan afschildert als Stalin en daar dan mee aan de gang gaat. Dit is de voorzitter van Vlaams Belang, die out of the blue zegt, de ballen van Ranst hebben een wat zure nasmaak. For whatever reason. Dit is diezelfde voorzitter van de extreemrechtse partij in België, die zegt, was je weer dronken? Huh? Was je weer dronken? Dus gewoon out of the blue, omdat ze weten, wanneer ze continu zo'n sfeer scheppen, dan heeft dat invloed op hun achterban. En die achterban, die lezen die online magazines. De meeste mensen lezen die niet. Wanneer je niet tot die groep behoort, maar pas op, die groep is 25% van Vlaanderen, dan ken je deze dingen niet. Maar die bombarderen in die periode, en voor een deel nu nog, elke dag met artikels over de virologen. Niet enkel over mij, maar over de virologen. Geef mij een uur met Van Ranst en het is afgelopen. Dat is een artikel over een chirurg die denkt van, ja, oké, maak brandhout van het COVID-beleid. Mark Van Ranst is een arrogante, gevaarlijke paljas. En elke dag... Elke week een paar artikels over Van Ranst. Dat demoniseren, dat proberen ze continu te doen. Dat is een ander van die outlets. Could we have avoided corona deaths? En dan uw foto erbij, alsof dat jij dan verantwoordelijk bent voor de coronadoden. En elke week wel een artikeltje wat daarover gaat. Hetzelfde hier, Paul News. Mark Van Ranst staat op ontploffen. Of hier, dit is... Tom van den Driessen is Europees parlementslid voor die extreemrechtse partij. Van Ranst is oncompetent, onprofessioneel, ongeschikt. En ze krijgen daar tractie mee. En in dat tijdschriftje ook overal een kop van de virologen.
En dan alle mogelijke cartoons. Dit is Scheld, dat is een van de grootste rioolkrantjes in Vlaanderen. En elke keer dan hebben ze fotootjes. En dat blijft duren. Ja, de laatste maanden heb ik niet gekeken, maar dit is 28 juli. En dan lachen ze gewoon met u. There it is. Ja. Dit is 29 juli. Ja, in mijn vrije tijd dan schilder ik wat. Ja, dat wordt dan ook belachelijk gemaakt. Dit is 30 juli, de dag later. Van Rans beschuldigd van poging tot versturen van een dikpik. Niet lachen, hè. En dan hier, dan nog een dag later, 31 juli, Mark van Rans vakantiecartoon. Dat heeft niks met iets te maken. Dat is gewoon demoniseren elke dag. En dan is een paar dagen niks gedaan, het was weekend. Dan 3 augustus, ja, verbod op zwemshorts, ook voor Mark van Rans. Dat heeft niks mee te maken, maar dat blijft voor hen een running gag. En dan heb je de fake Twitterberichten. Dat is iets waar je heel weinig aan kan doen. Men maakt gewoon een bericht en men doet alsof jij dat bericht verstuurd hebt. Dat is niet, dat kan je ook niet terugvinden op Twitter, maar dat wordt verspreid. En hun bedoeling is van kwade emoties te genereren en dat lukt dan ook. Dit is een bericht wat met mijn kop ervoor, wat ik aan de minister zou gestuurd hebben. En waar absoluut, wat zou ik dat ook sturen? Dat is gewoon nagemaakt. Het gewone volk begrijpt niet dat omwille van economische en logistieke redenen het nu eenmaal een keuze is geweest om ouderen te laten sterven in de woonzorgcentra. Het zou te veel gekost hebben om hen nog naar het ziekenhuis te brengen. Dat was een logistieke ramp. Keuzes moesten gemaakt worden. Alsof ik dat ooit zou zeggen of doen of ondersteunen, gelijk wat. Dit is voor het eerst verstuurd door de vrouwelijke voorzitter van Vlaams Belang in Mechelen. En dat vindt zijn weg. Onmogelijk, je kan daar niks aan doen. En nu nog om de paar maanden, dan komt dat terug. En mensen reageren daar zeer kwaad op, begrijp ik. Als ik dat echt zou gezegd hebben, zou dat echt schandalig zijn. Maar dan worden zij zeer, zeer boos daarover. En dat leidt dan tot intimidatie van experten. En dat was wereldwijd zo. Want ik vertel nu mijn verhaal. Maar Marion Koopmans zou zeer gelijkaardige dingen kunnen vertellen. Christian Drosten zou zeer gelijkaardige dingen kunnen vertellen. Meneer Promoter zou zeer gelijkaardige dingen kunnen vertellen daarover. Dus vele mensen hadden daarmee te maken. Wanneer in Nature gevraagd wordt naar mensen die mee communicatie deden of commentaar gaven over COVID-19, een meerderheid had aanvallen op de credibiliteit gekregen. 40% die had daar emotionele of psychologische distress door. 30% had of klaag over reputatie, damagement van de reputatie. Bedreigingen. In meer dan 20%, 15% krijgt doodsbedreigingen en zo verder. En dan organiseren ze manifestaties, betogingen tegen Van Ranst. Kom de ontslagbrief van Van Ranst afgeven. Ontslagbrief van wat? Geen enkele officiële functie. En dan houden ze betogingen. En dit geeft heel goed weer hoe die mensen denken. Ja? Dit is het virus eindelijk geïsoleerd. En dat is hoe zij denken. Voor die mensen is COVID een zeer moeilijke toestand om te begrijpen. Met heel veel variabelen die hun bevattingsvermogen ver te boven gaat. En dan gaan ze dat grote probleem, wat zij niet begrijpen, vervangen door een probleem wat ze wel begrijpen. COVID-19 snappen ze niet, maar Van Ranst is de schuld van alles wat er gebeurt. Dat is eigenlijk het virus. En ze denken dat echt. En op die manier dan rationaliseren ze dat. Ja. VDB, dat is Van den Broeke, dat is de minister van Volksgezondheid, dat is 10 keer erger dan Hitler. En op die manier dan worden mensen aangezet om die dingen te gaan geloven. En dat wordt dan niet geholpen door het equivalent van Willem Engel, die salsa-leraar van hier in Nederland. In België had je ook de leider van viruswaanzin in België. Dat was een advocaat, Michael Verstraeten. En dan als nieuwjaarsbericht in januari 2021, dan stuurt hij aan zijn volgers een filmpje waar hij zegt van dit was een verschrikkelijk jaar. En we moeten eigenlijk de doodstraf hebben voor de virologen. En het erge is dat de mensen die beginnen te geloven dat wel eens een keer een bijzonder goed idee zou zijn. Van ja, doodstraf voor de virologen. Wel, als je dat voorstelt, een advocaat, dan is dat misschien wel een goed idee. En alle virologen kregen politiebescherming in België. Dus niet enkel ik had dat van juni 2020 tot vandaag. Maar de andere virologen hadden dat even goed. Die kregen ook diezelfde bedreigingen en die kregen uiteindelijk ook police protection. En op een bepaald moment dan is er een militair die extreem rechts,
card-carrying member van Vlaams Belang, die doorslaat, die wapens pikt uit een militair depot, nog niet de minste wapens, antitankwapens, dat is niet leuk, en andere military-grade wapens. En die parkeert met zijn auto voor mijn deur, te wachten tot ik thuis kom. Meestal kom ik thuis tussen 7 en 8. En uiteindelijk is hij weggereden, want ik kwam niet thuis. Ik was die namiddag heel oncharacteristiek vroeg thuisgekomen. Ik was al om 4 uur thuis, dus ik heb hem gemist. En dan gaat hij weg. Zijn auto is teruggevonden in de bossen in Limburg, tegen de Nederlandse grens. En daar gaat hij zich verstoppen. En ja, in zijn afscheidsbrief die hij schreef, dan zei van ik ga virologen vermoorden en de minister ook en zo verder. En dan moest ik met mijn familie in een safe house. En onmiddellijk dan reageren al de tegenstanders tegen de maatregelen van ach, waar was het nog op ons kosten, op een chic hotel. Oh, zo geweldig chic is dat nu ook niet. Ja, dat is gewoon een bed waar je kan slapen in een heel veilige omgeving. Dit is waar je je was doet, want je kunt niet naar huis voor nieuwe kleren. En dit is dan hoe je de briefjes krijgt wanneer mijn zoon en vrouw terug waren thuis. Die zijn vroeger thuis teruggegaan, dan krijg je zo de dingen. En enigszins kan ik dat nog snappen. Eén iemand die doorslaat, kan gebeuren. Maar wat ik niet kon snappen was dat de dag daarna waren er Facebookgroepen met 50.000 mensen die man, Jurgen Konings, een volksheld vonden. En die het doel, virologen vermoorden, een lovenswaardig doel vonden. En die steunde die man. Dat was de moderne Robin Hood. Die ging een keer die virologen dood doen. Ja, heel bizar. Die 50.000 mensen, dat kon ik niet snappen. En dan gaan zij onder zichzelf weddenschappen aangaan van wanneer, om hoe laat en hoeveel kogels zal Van Ranst geëlimineerd worden. En dan vinden ze dit bijzonder grappig. Het nieuwe jachtseizoen is geopend. Ja. Dit zijn de nieuwe safe houses voor Van Ranst en zijn familie. Ja. En dat wordt dan gedeeld en iedereen vindt dat heel fijn en grappig. En dat is dan zo. Uiteindelijk dan schiet die man zich een kogel door het hoofd. En de boom waartegen hij dat gedaan heeft, is nu nog altijd een pelgrimsplaats voor extreemrechts. Die komen daar vlaggen en bloemen neerleggen. En dat is een volksheld. Ondertussen had hij een andere extreemrechtse man die ook wapens had en die hetzelfde wou doen. Die ook bedreigingen had gehad. Die wou hetzelfde doen als Jurgen Konings. En dan op een bepaald moment, dan komen ze ook naar u thuis. Nederlanders. En dan komen die de Anton Mussertprijs aan u uitreiken. Ja, in België weet men niet heel goed wie Anton Mussert is, maar ik ben er nogal goed van op de hoogte. En dus dan komen ze naar uw huis en ze filmen dat. Ze hebben 2 cameramensen bij die hun heldendaad gaat filmen. Die komen dus van Nederland naar Willebroek. En dan komen ze aan uw deur met een bosje bloemen en de Anton Mussertprijs. En dus mijn vrouw doet open en die zegt van, nou, wat is het? En zegt van, nou, we willen uw echtgenoot graag de Anton Mussertprijs overhandigen voor de dingen die hij gedaan heeft tijdens de pandemie. En ik hoor van boven Anton Mussert, ik zeg, het zal niet waar zijn. Dus bam, ik slag die deur dicht. En uiteindelijk, ja, dan moeten ze afdrapen. En dan laten ze de Anton Mussertprijs op de deurstap enigszins onceremonieel dan liggen. En ik heb er dan een heel mooi plaatje voor gevonden bij mij thuis om de Anton Mussertprijs een goede plaats te geven. En dan ga je een voordracht geven in Brugge. En normaal gezien, als ik voordrachten geef en ze zijn aangekondigd in België, dan is er iemand van de federale en de lokale politie bij. Maar dit was op het stadhuis in Brugge dat ik een voordracht ga geven. En dan slaagt erin toch iemand om een taart in het gezicht te gooien. En dan zijn ze daar heel fier over, van ja, ze zijn dichtbij kunnen geraken. En de reacties de dag daarna zijn van, het had zoutzuur moeten zijn, het had een baksteen moeten zijn, je had hem kunnen neerschieten. Een heleboel mensen zijn zo opgefokt dat die dat normaal gaan vinden. En dan zijn er nog andere manieren waarop ze kunnen treiteren, en dat is met rechtszaken. In België kan je iedereen een rechtszaak aandoen. Wanneer u mij vies bekijkt, dan zou ik in België, wanneer ik uw adres kan vinden, voor €250 een deurwaarder kunnen sturen. En in die brief die je krijgt, dan staat er binnen 14 dagen, om dat en dat uur, dan komt u voor de correctionele rechtbank. Dat is de rechtbank waar de brandstichters, de moordenaars zonder voorbedachte raden, de verkrachters, waar die ook zitten, dan zit je daar op dat bankje. En dan kan je 2 dingen doen. Ofwel spendeer je heel veel geld aan advocaten, ofwel spendeer je heel veel tijd om die verdediging zelf te doen. En dat is wat Willem Engel deed. En uiteindelijk waren dat dan 6 rechtszaken.
waar je elke keer naar de inleidende zitting moet gaan, naar de pleitzitting moet gaan. Dan wordt dat in beroep behandeld bij het Hof van Beroep en elke keer moet je daar staan met uw pakje papieren om die verdediging te voeren. En dat was het eigenlijk. Dus virologie een gevaarlijk beroep? Nee, dat is het natuurlijk niet. En je voelt wel een zekere washout. De problemen nu zijn anders dan een jaar geleden en uiteindelijk dan worden sommigen dat wel beu. Maar sommigen blijven dat volhouden. Toen ik de eerste voordracht aan het geven was deze ochtend, dan kreeg ik 3 telefoontjes van prankcallers, dit keer dezelfde. Ja, uiteraard is dan nu in mijn, ik kan zien, prankcaller 35 is weer diegene die belt. En dan, voor zottigheid, ze hebben me maar 3 keer gebeld, want de volgende keer had ik opgenomen. En dat is ja, gewoon om u een keer dat te maken en zij voelen zich daar beter door. En dat houdt niet op, maar het vermindert wel. Dus dat valt eigenlijk allemaal nog wel mee in die end. Voilà, daar wil ik het bij houden. Dank u voor je aandacht. Wow, dank u wel, professor Van Rand, voor dit bijna filmische overview van de afgelopen 2-3 jaar. Als genomineerde voor de Anton Mussertprijs, ik heb hem dus niet gewonnen, weet ik wat u... Ja. Kan ik een beetje snappen, want bij u was het veel erger natuurlijk. Ja, er is nu ruimte voor een aantal vragen. En ik kijk even of mensen via de livestream vragen hebben gesteld. Nee, dus vragen uit de zaal. Ja. Wilt u ook zeggen wie u bent? Is je al aan? Ja. Oké. Simone Moorlag, AIOS Microbiologie. Ten eerste bedankt voor uw hele indrukwekkende verhaal. En ik vroeg me af, we horen nu heel veel over pandemic preparedness. En in het kader daarvan vroeg ik me af, wat zou er gedaan kunnen worden om ja, deze ellende die u schetst en deze berichtgeving te voorkomen of tenminste te beperken in de toekomst? Dank voor die vraag, maar ik denk niet dat je dat met enig succes kan beperken. Behalve wanneer je heel rare dingen gaat doen, die dan onmiddellijk ook gaan geïnterpreteerd worden als een belemmering van de vrijheid van meningsuiting. Wanneer je, ik stel maar voor, anonieme accounts zou onmogelijk maken, ja, dat lost een heleboel op. Soms wanneer men zulke dingen schrijft en wanneer ik op 5 minuten kan vinden wie het is en een telefoonnummer kan vinden, en na een tijdje dan word je daar handig in, dan bel ik die op. En wanneer die anonimiteit weg is, dan zijn dat heel andere mensen. Dan is dat, oh nee meneer Van Raans, geen probleem meneer Van Raans, ik meende dat niet meer Van Raans. Ja, dat was maar voor te lachen meneer Van Raans. Dat natuurlijk niet, excuus meneer Van Raans. Dat krijg je bij de helft van diegenen die je dan opbelt. De andere helft is een ander verhaal. Die zijn dan heel kwaad. Weten jullie ook nu al mijn telefoonnummer? Ik zeg, maar ja, je hebt me net een massamoordenaar genoemd en ik zou je niet mogen opbellen, ik denk het niet. Dan worden die heel kwaad. Maar de helft, die, wanneer de anonimiteit weg is, dan is het een heel ander verhaal. Maar je kan daar niks aan doen. Dit hoort er waarschijnlijk gewoon bij. En dat is heel pijnlijk en vervelend en gelijk wat. Maar een van de eerste interviews heb ik dit exact voorspeld. Herinner u, in de eerste periode, oh, de virologen waren helden. Men maakte liedjes over de virologen. En men hing witte lakens voor de zorg uit het raam. En iedereen was positief. En toen vroeg men mij of dat indruk maakte. En ik zei, van, dat is allemaal heel vriendelijk. Maar zo eindigt het nooit. Dat eindigt nooit elegant. Want er is, en dat moet je op voorhand weten bij crisisbeleid, en zeker bij dit soort, er is geen enkel aantal doden, of gelijk welke parameter op het einde, waar men zou zeggen, nou, deze crisis is eigenlijk goed aangepakt. Want wanneer het allemaal meevalt en opgelost wordt, ja, dan vindt men dat je te veel hebt gedaan en overdreven hebt. En wanneer iedereen zou doodgaan, dan heb je schromelijk te weinig gedaan. Maar er is geen enkel optimumpunt. Dat bestaat gewoon niet, waar men zou zeggen van, dit is goed gelopen. Dat bestaat niet. Dus dat weet je op voorhand. Dus wanneer je ze ophemelen, dat eerste interview had ik gezegd, dan is er één zekerheid en dat is dat anderen tegelijkertijd de messen van de guillotine aan het slijpen zijn. Dat eindigt nooit zo. Dat eindigt altijd onelegant. Hele relevante vraag in het kader van de pandemische preparatie, die nu natuurlijk een heel hot item is, maar helaas dus geen universeel panacee daarvoor. Andere vragen? Ja, wij zien een vraag bij professor Smit en dan bij Alma.
Indrukwekkend verhaal. Ik ben benieuwd wat dit emotioneel voor u heeft betekend. De eerste doodsbedreiging, daar ben je van ontdaan. Want normaal gezien, het normale leven, dan krijg je weinig doodsbedreigingen. Dus de eerste keer, dan word je flink boos. En dan probeer je echt uit te vissen wie. En dan dien je klacht bij de politie in. En als het gaat over mijn familie, dan ga ik altijd klachten indienen. Als iemand denkt te kunnen schrijven van, oh, ik weet waar uw zoontje naar school gaat. Ja, die kerel, die wordt mijn hobby voor een dag. En dan zorg ik dat de politie langs gaat. En na een tijdje word je dat gewoon. En nog een tijdje later, dan ga je dat eerder bekijken bijna als een interessant wetenschappelijk vraagstuk. Wat maakt dat mensen zo worden? Want dan, wanneer je uit interesse gaat kijken naar die mensen, vaak is dat makkelijk om te vinden, dan ga je naar die Facebookpagina en dan staat daar een omaatje die een kat aan het aaien is en op de volgende foto staat met twee kleinkinderen. De liefste oma dat je kan indenken. En die heeft een totaal ander persona wanneer die berichten schrijft. Dan denk je van, hoe komt dat? En heel vaak kom je bij die politieke partijen terecht. Die er veel geld in steken om via hun kanalen continu berichten te laten vertrekken. En dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid die zij nooit zullen dragen. Voor een lawine voelt geen enkel sneeuwvlokje zich verantwoordelijk. En nee, ze zeggen van nee, dat hebben wij nooit gezegd. Maar wat zij doen, daar zit zeker een strategie achter. Er is een vraag achter bij Alma. Goedenavond, Alma Tosnan, epidemioloog. Ik heb twee vragen. Eén, heeft u wel eens gedacht of overwogen van nou, stik er allemaal maar in met dit hele gedoe. Ik stop ermee, want ik ben het echt helemaal beu. Nou, ik denk het niet, want anders stond u hier niet vandaag met dat verhaal. Maar ik ben benieuwd of u daar wel eens aan heeft gedacht. En de tweede vraag, wat ik heel interessant vond, was het stuk over de politiek en de verantwoordelijkheid. En de rol die partijen hebben gespeeld. Ja, het is toch echt afgrijzelijk als je daarover nadenkt wat voor effecten dat heeft. En nou ja, zit een beetje te denken van wat zou je daartegen kunnen doen, maar wat zou je daartegen kunnen doen? Het antwoord op deze vraag is nee, maar die luxe heb je ook niet. Wanneer er in jou geïnvesteerd is om je virologie te leren en epidemiologie te leren, wanneer je dan een epidemie met een virus krijgt, dan is het bijzonder moeilijk om je dan te gaan verstoppen. Dat hoort ook niet. Ja, dus nee. Het tweede is, ja, politici, wij kunnen die allemaal beoordelen op bepaalde momenten. Ja. En ze kunnen best wel wat meer weerwerk krijgen. En af en toe denk ik in Nederland, wanneer in jullie parlement daar mensen zitten te praten over het coronavirus en de gifprik, dat hoort veel meer weerwerk te krijgen dan er gebeurt. Te veel vinden we dat, wat ook ieder mens wat betreft, evenwaardig. Maar niet elke bewering die gebeurt, is even waar. Dat is gewoon onzin, wat sommige dingen, en die moet je ook benoemen als onzin. En dat doen we te weinig. We zeggen dan van, ja, nou, ik kan uw punt begrijpen. Nee, ik kan uw punt helemaal niet begrijpen. Ik ben niet helemaal akkoord. Nee, ik ben helemaal niet akkoord. Ja, en dus we gaan daar te beleefd mee om. Men zou daar veel meer lik op stuk moeten geven en gewoon zeggen, onzin benoemen. En dat mag niet meer. Vindt u dan dat de wat meer voor ratio vatbare politici die rol zouden moeten hebben? Of denkt u ook bijvoorbeeld aan de mensen die bijvoorbeeld nu in de zaal zitten, of wetenschappers, of de wetenschappers en medici van de toekomst onder de studenten? Taak van iedereen. En pas op, iedereen op zijn comfortniveau. Maar wanneer je reageert, ja, je moet dat eens proberen. Zelfs wanneer je een tweet lanceert met oh, Mark van Rans geeft een voordracht deze avond in Nijmegen, dan komt er de grootste rotzooi op. Wanneer je rotzooi gewoon bent, dan kan je zeggen van ah, geen probleem, hoort er allemaal bij. Maar wanneer je dat voor de eerste keer krijgt, dan denk je van wat is dat hier? En dat is net de bedoeling. De bedoeling is van voldoende te intimideren, zodat je dat stopt met dat te doen. En daar is een belangrijke taak voor politici weggelegd. Ik moet even de aanmeldingen managen. Ik zag eerst Viola, volgens mij. Zag ik een hand bij jou? En dan Luc? Oh, was Luc. Oké. Dankjewel. Nou, de rillingen liepen me af en toe over de rug toen u uw verhaal vertelde, moet ik eerlijk zeggen. Heel erg indrukwekkend. En even aansluitend, mijn naam is trouwens Luc Hulbrands, nefroloog.
Even aansluitend op de vraag van Jan, wat het voor u emotioneel betekende. U gaf aan hoe u daar op een bepaalde manier uiteindelijk toch mee omging. Ik vroeg me ook af hoe dat voor uw omgeving geweest is. Die moet dat natuurlijk toch ook enorm onder geleden hebben. Hebben zij ook bepaalde copingmechanismen gevonden om daar uiteindelijk mee om te kunnen gaan? Mijn zoontje was toen 12 jaar. Die moest mee naar het safe house. Dus het laatste deel van zijn lagere school is hij niet naar de klas kunnen gaan. Maar pas op, de leraar heeft dat goed opgelost met een iPad. De hele voormiddag werd gewoon uitgezonden en hij kon dat in het safe house volgen. Dus dat viel enigszins wel mee. En een beetje op La Vita e Bella wijzen, wij deden daar niet moeilijk over. En wij waren ook niet in paniek. En wanneer je in een safe house zit, dan kan je je enkel ook maar veilig voelen. Dus dat was geen issue. En veel problemen heeft hij daar niet mee gehad, maar toch. Wat veel meer impact had, waren die twee idioten die Anton Mussertprijs kwamen geven. Ja? Want dan kwamen ze aan uw deur. Is nu 14 jaar en durft nog altijd de deur niet open doen wanneer er gebeld wordt. Dus dat wel. En daarom haat ik ze. En dan heeft dat impact wanneer je mijn ouders zou kennen. Mijn vader, dat is de CIA, de FBI en de Mossad in één. Ja? Die vindt alles. En die zoekt ook alles over mij. Die heeft daar veel meer van afgezien dan ik daarvan afgezien heb. Want die had de tijd ook om er actief naar te zoeken. En daarom dat een eredoctoraat leuk is. Het leukste is die ouders op deze strijd te kunnen zien. Want dan zien ze van, oké, blijkbaar is niet iedereen boos op mijn zoon. Saskia en dan Anita. Ik probeer even de volgorde van yes. Saskia Middeldorp, internist, hartelijk bedankt. Ik was ook helemaal stil van. Ik ben er nog helemaal stil van. En ik vroeg me eigenlijk af of u zich voldoende gesteund gevoeld heeft in deze hetze. En door wie dan? Het antwoord is ja. Van de steun van mijn universiteit, daar kan ik absoluut niet over klagen. De rector, 100% achter mij. Ik heb een half jaar rondgereden met de chauffeur van de rector. Dat was heel handig. Ik heb nog even gedacht van misschien moet ik ooit zelf rector worden, want daar werd ik snel aan gewoon. Maar toen dacht ik ook, een chauffeur hebben is misschien een onvoldoende basis om rector te worden. Maar nu, nee, de steun vanuit de universiteit die en de die samenleving was ook, want ik bedoel, we zien natuurlijk al die afschuwelijke... Nee, maar de samenleving ziet dat niet. En het is enkel wanneer ik al die dingen samenzet en aan jullie toon, dat je al die facetten ziet. De samenleving ziet daar een heel klein deeltje van. En dus ik kan ook niet verwachten dat de samenleving daarop gaat reageren. Dat natuurlijk niet. Ik had gehoopt dat er ook genoeg mensen zijn die op Twitter of op een ander juist wel iets aardigs zeggen. Of dat volledig wordt ondergesneeuwd door die lawine van ja, maar ook daar heb ik een verkeerde indruk gegeven. En voor een deel is omdat negatieve berichten veel langer blijven hangen dan positieve berichten. Nu, Twitter, oké, daar moet je geen positieve berichten verwachten. Of die zie je, die ziet die wel, maar die worden ondergesneeuwd. Maar dit is niet wat ik merk wanneer ik op straat wandel. Wanneer ik op straat wandel, kom ik enkel vriendelijke mensen tegen. En heel af en toe. En meestal zit hij dan nog op een fiets of een motor. Ja, dan fietst hij mij voorbij, aan een hoge snelheid, op die moordenaar, hij is weg. Oké, dat is de dapperheid dan. Dank u. Anita? Ja, dank u wel. Ik had eigenlijk een vraag naar aanleiding van uw verhaal. Want ik kan me eigenlijk ook heel goed voorstellen als anderen in uw schoenen staan, wetenschappers. En ja, dat er toch misschien langzaam een zekere vorm van zelfcensuur optreedt. Dat je denkt van ja, ik heb misschien best wel een belangrijke mening of ik heb iets te vertellen, maar ik zie het lijk al drijven, dus ik zeg nog maar even niks. En ik vroeg me eigenlijk af hoe u erover denkt, hoe kan bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut, een universiteit, zijn onderzoekers of toekomstige onderzoekers hierop voorbereiden? Hoe zou je deze nieuwe tijd, zeg maar, hoe kun je daar mensen op voorbereiden? Het is een deel van een realiteit geworden. Een beetje mediatraining, en dat hoeft dan geen mediatraining te zijn onmiddellijk voor een microfoon of een camera te staan, maar het beseffen van hoe media werken, en ook sociale media werken, maar dat weet men meestal wel goed, dat is niet slecht om te hebben.
dat is deel van een wetenschappelijke opleiding. En vele instituten geven dat ook al. Die geven ergens een manier om daarmee mee om te gaan. En voor de rest, ja, wat kan je eraan doen? Ik denk dat dat moeilijk is. Het is deel van de realiteit. Je kan dat wegwensen, maar dat helpt natuurlijk niet. Ik voel me daar niet geïntimideerd door. Ik zal altijd mijn goesting zeggen. Maar ik heb makkelijk praten. Ik ben gewoon hoogleraar. Ik moet niet meer bevorderd worden. Maar jongere mensen, die durven die controverse niet altijd aan. Ik begrijp dat ook. Want je wordt er echt door gesleurd. En elk klein detail wat ze over je kunnen vinden, zullen ze uitspitten. Als ik eerste minister wil worden, of ze gaan geen schandalen over mij nog kunnen vinden, want die hebben ze allemaal al wel proberen uit te vlooien. Elk vroeger lief wat ik heb gehad, hebben ze opgebeld al. Hè? Nou, of er ergens toch geen klacht kan ingediend worden voor gelijk wat. Dat proberen ze, hoor. Dat proberen ze, want dat werkt natuurlijk. Iedereen kan een klacht indienen over iedereen. En ze worden altijd geloofd als het verhaal goed verteld wordt. Daar kan je niks aan doen. Daar kan je amper tegen verdedigen. Dan kan je enkel kop in kas en incasseren. Nou, dat hebben ze geprobeerd. De allerlaatste vraag, gezien de tijd. Allerlaatste twee vragen, dan blijven één minuut langer. Dat was een exequo. Kijken, wat is sneller? Ja, meneer was eerst en dan Katrien. Mijn naam is Piet van Kantor. Ik ben voorheen specialist ouderengeneeskunde geweest. Mijn vraag eigenlijk is deze. U heeft de politiek nogal een belangrijke rol gegeven in het ontstaan van de problemen waarmee u geconfronteerd bent geweest. Ik vraag me af of er niet eigenlijk een veel dieper oorzaak nog is. En dat zou kunnen zijn dat op het ogenblik veel minder geaccepteerd wordt dat er gewoon aandoeningen zijn waar niks tegen te doen is. En je hebt op het ogenblik heerst eigenlijk de mening alles is maakbaar, alles kan, alles is mogelijk. Maar er zijn gewoon dingen waar je niks tegen kunt doen. En dat is heel moeilijk te accepteren voor mensen. En daar worden we ook niet meer in groot gebracht bijna. Maar is dat niet het onderliggende gedeelte waar eigenlijk dit proces zijn wortel heeft? Uiteraard heeft u gelijk, hè. Politiek, dat ontstaat niet in een vacuüm. Ja. En dit zijn partijen die er baat bij hebben dat er onvrede is in een bevolking en die zullen elk onderwerp wat zich daartoe leent, daarvoor gebruiken. Maar dat klopt, hè. Men wil zekerheid overal, op plaatsen waar die zekerheid er niet is. En daar moet ik ook voor waarschuwen. Er zijn heel veel mensen die denken dat nu deze pandemie voorbij is, dat we daar voldoende lessen uit moeten trekken, zodanig dat bij een volgende pandemie we dat naadloos kunnen oplossen. Van een volgende pandemie verwacht men dat wanneer we slimme politici hebben, die geadviseerd worden door goede experten, dat we een pandemie gaan kunnen wegmanagen. Dat gaat nooit lukken. Dat is absolute hubris, overmoed. Dat gaat nooit gebeuren. Hou maar eens een aardbeving tegen. Je kan wel een aantal dingen doen. Je kan je huis een aardbeving bestendig maken, of in ieder geval zo goed en zo kwaad. Maar je gaat een epidemie nooit kunnen tegenhouden of oplossen tot het niks is. In van de eerste interviews had ik gezegd, wanneer alles goed gaat, dan gaat het enige zijn wat we kunnen doen van een hele grote ramp een net iets kleinere ramp maken. En dat is wat we kunnen doen. Dat moeten we ook proberen om te doen. Maar je kan niet verwachten dat het weggemanaged wordt. En je hebt gelijk, dat is een heel gevaarlijke verwachting wanneer men die zou koesteren. Wanneer alles oplosbaar is, dat is het spijtig genoeg niet. Allerlaatste vraag. Daar komt ie. Ja, ik sluit me helemaal aan bij de ontzetting eigenlijk over het verhaal wat u vertelt. En ik neem mijn hoed af voor de rust en de berusting misschien wel waarmee u het verhaal vertelt. En toch ergens bekruipt mij het gevoel van dat het misschien niet alleen berusting is, maar ook gelatenheid of misschien zelfs een beetje cynisme over wat er hier gebeurt. En ik vraag me af, u heeft in zoveel televisiestudio's rondgelopen.
U ziet wat daar gebeurt. Je zit daar als expert tegenover iemand die, kunt u rustig zeggen, er niets van snapt. En u wordt als twee gelijk eigenlijk geïnterviewd. Hoe stelt u zich teweer tegen cynisme? En hoe interacteert u met de mensen die u bevragen op een cynische manier? Ik ga proberen die twee delen te beantwoorden. Dat was het eerste deel weer. hoe het is gesteld met uw eigen cynisme en wat u daarvan vindt? Cynisme en humor, dat ligt dicht bij elkaar, maar is een fijn lijntje wel. En humor is ook een wapen. Daar zijn ze compleet, daar kan men niks tegen verweren. Wanneer mensen zonder humor moeten reageren op een verhaal waar iemand wel met humor op reageert, dan verliezen ze vaak daar het pleit. Dus ik gebruik dat ook als wapen vaak. Het eerste wat u aanhaalde, dat zijn die interviews waar men een expert tegenover iemand anders plaatst. Dat ga ik nooit doen. Dat probeer ik te vermijden als de pest. En als men me daar ooit mee confronteert zonder dat ik het weet, dan ben ik behoorlijk boos. Omdat ik wil dat nooit doen. Omdat de indruk die de kijker gaat hebben, is dat de waarheid zal wel ergens in het midden liggen, terwijl de waarheid ligt helemaal niet in het midden. En die indruk wil ik dus ook nooit geven. Dus wanneer men me daarvoor vraagt, dan bedank ik feestelijk. Dat zijn heel gevaarlijke interviews om te doen en dat kan je beter vermijden. En wanneer iemand onzin vertelt, dan moet je hen de gelegenheid geven, en slimme journalisten doen dat, om hen uitgebreid die onzin te laten vertellen. Want een halve minuut onzin, dat is heel moeilijk om te herkennen. Maar wanneer iemand 5 minuten laat verder babbelen, dan hebben heel veel mensen door van, ja, dit is echt wel op niks gebaseerd en onzin. Maar geen quote van 20 seconden, want dat kan perfect aannemelijk lijken en daar komen ze dan te makkelijk mee weg. Met deze wijze woorden wil ik toch afsluiten. Het is 6:04. Met dank aan jullie hier in de zaal, in de livestream. Dank voor jullie actieve opstelling, maar voornamelijk dank aan professor Van Ranst. Dank je wel. Morgen ontvangt u de eredoctoraat, uw erepromotor zit hier, professor Chantal Rovers. Twee mededelingen. Er zijn drankjes en hapjes voor ons hier buiten de zaal. En ook de gelegenheid om nog verder te praten. En natuurlijk tot de volgende Grand Round op de derde maandag van de volgende maand. En voor nu hartelijk dank en nog een groot applaus, denk ik, voor professor Van Ranst. Dank u wel.